Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ja, ik vind het best bijzonder. We staan op de ijsbaan in Middelburg. En ja, ik heb eigenlijk in Middelburg nog nooit een predikant gesproken. Tenminste, niet met de camera aan. En nu heb ik er twee tegelijk. Ja. Dat vind ik vrij bijzonder. En kunnen jullie jezelf even introduceren bij de kijkers? Valt het je mee? Ja, nou, tot nu toe wel. Hè? Maar wie zijn jullie precies? En kunnen jullie even zeggen wat jullie doen in Middelburg? Nou, ik ben Jacobine Scholten. Ik ben predikant van de Protestantse gemeente in de Nieuwe Kerk. Zeg maar onder de Lange Jan. En dit is Bert. Bert Rinkema, ik ben predikant van een gasthuiskerk. Ja, nou ja, en dat is nou ja, een mooie samenwerking volgens mij bij jullie. Want er wordt sowieso wat meer samengewerkt tussen de kerken. Ja, we werken samen in het Hofje bijvoorbeeld. Ja. En we zitten allemaal in het centrum. En dat heeft ook iets te maken met waar we hier voor zijn. Aanstaande zondagavond, dan is het kerstzingen op de markt. En we hopen dat dat een heel mooi gebeuren gaat worden. En dat is in de avonduren, toch? Ja. S'avonds om 7:30, na de koopzondag, hier naast de ijsbaan. En voor de drukkerij. Voor de drukkerij. Ja. En met de brassband en de collecte van het Leger des Heils en een zanggroep. En de burgemeester komt het kerstevangelie lezen. Dus het is gewoon voor alle Middelburgers, door gewone Middelburgers. Ja. Maar met het idee van, ja, veel mensen houden van echte kerstliederen. En gaan misschien niet naar een kerstnachtdienst of een kerst naar de kerk. Maar ik dacht, we kunnen dat ook samen doen buiten. Ja. Maar ik heb het in de agenda ook als een sing-along omschreven. Ja. Dus iedereen kan meezingen met liedjes als een Stille Nacht en wat bijvoorbeeld nog meer. Alle bekende kerstliederen komen langs. En het is inderdaad de bedoeling om de aansluiting te zoeken. Tegelijk kerst is bekend. Kerst, dan zingen we de liederen. En natuurlijk komen er gelovigen, maar iedereen is van harte welkom. Precies, het is gewoon juist de verbindende gedachte. Dat is ook een beetje de kerstgedachte natuurlijk. Die spreek jij ook nog uit, zag ik, aan het einde. Ja, en Bert doet een korte kerstboodschap. En er is de kerstdag. Maar ik denk, er zijn veel meer mensen die wel iets hebben met de boodschap van kerst. Ja. Iedereen is welkom in de stad, zal ik maar zeggen. Maar het wordt ook gewoon een gezellige zingavond. Zangavond, moet ik zeggen. Dus en er is een podium, er is de brassband inderdaad. Zijn er hapjes en drankjes of moeten we dan... Nee, daar wordt al voor gezorgd, want we hebben hier natuurlijk met Middelburg Winterstad een heel gebeuren. Hè, met de ijsbaan en de catering, de koek en zopie, die verzorgen andere mensen. Dus maar die is wel aanwezig, dus als het koud is of nat, dan kan iedereen een lekker bakje soep eten. Zeker, chocolademelk en alles. Super, hebben jullie er verder nog iets aan toe te voegen? Nou, volgens mij wordt het vooral heel leuk. Nee, de band Diverse komt zingen. Ja, dus er zijn ook een paar nieuwe kerstliederen. Ja. En Nederlandstalig, van... Mag ik dan bij jou bijvoorbeeld? Mag ik dan bij jou? Ja, die zijn die ken ik nog niet, maar die ga ik dan zondag mee leren zingen. Mag ik dan bij jou? Nou, die houden we erin. Ja. Mensen, dank jullie wel voor de toelichting en tot aanstaande zondag. Ja, oké, dankjewel. Welkom.